Goedemorgen deze zaterdag. Goedemorgen. Morgen Michiel. Morgen Roy. Vanuit een zeer onopvallende, typisch Japans saai gedesignde hatchback. Ja, hiermee kunnen we lekker anoniem door het verkeer cruisen. Ja. Hier moet je oppassen, hè, want deze is een beetje verkant. Ja, en voor de week breek je ding uit. Gesneden door een Yaris. Niet over je saai Japans gesproken. Ja. Je ziet weer Mattie, yo. Japanse rijders onder elkaar. Ja, wat een kermisattractie, hè, dit. Geweldig woord van jou, vind ik dat, voor kermisattractie voor dit ding. Moet inderdaad nog even net zo'n speaker erbij met een galm. En, ja. Ja. Nee, je rijdt weinig anoniem en we hebben allemaal mening over het design van deze Honda Civic Type R. Ja, ja, maar ik denk dan zo, ik kan me heel goed voorstellen dat dit veel te overweldigend is voor heel veel mensen en veel te opvallend. Voor mij ook, eigenlijk, ja. Ja, ik denk uiteindelijk voor mij ook wel. Maar aan de andere kant, weet je wel, als dit niet je ding is, dan zijn er genoeg alternatieven. Ja. En als dit wel je ding is, dan is dit zo'n beetje de enige keuze. Ja, of je moet je golfje gaan tunen, maar dan is hij niet meer origineel. Nee. Nee, het zie je maar weinig. Hè? Zelfs in dit segment dat een auto zo dik en uitbundig... Ja, het is natuurlijk compleet over de top. Ook die achterspoiler. Je kunt het volgens mij ook niet zonder bestellen, toch? Nee, voor mij niet. Het is gewoon, zo is hij al in. En ze hebben natuurlijk veel geüpdate. Op een gegeven moment de Honda Civics, die vlogen achter elkaar om de oren op een gegeven moment. Ja. Dus met generaties. Maar ondertussen, het is wel een hele fijne auto. Het is wel een heel tof ding. Hè? Ja. Ik ben er gisteren even een blokje mee om geweest. Het is indrukwekkend wat deze auto allemaal kan. Ja. Maar daar gaan we het niet al te uitgebreid over hebben, want collega Marco heeft deze auto in het test met de Megane RS Trophy. Trophy R zelfs. De Trophy R, ja. Inderdaad. Ook niet al te braaf. Nee, dus dat wordt een heet gebakerd feestje. Ja. En nou ja, dus Marco gaat je uitgebreid bijpraten over deze auto en zijn concurrenten. Ja. En jij gaat het ook nog hebben over deze auto met Marco in de podcast. Ja. Want dat doen wij tegenwoordig ook. Even te pluggen. Het is wel grappig, want zo'n idee wat we al heel lang hebben van... Goh, misschien zouden we ooit een podcast moeten gaan doen. En voor mij een aantal maanden geleden zag ik het ook verschijnen in de comments onder de spiegel. En vooral op YouTube. En dat zijn natuurlijk hele andere kijkers die we weer hebben dan op de Autoweek-site. Waar die video ook staat. Hè. We hebben wel eens gemerkt, die twee doelgroepen overlappen elkaar totaal niet. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die ons op YouTube kijken... iedere zaterdagochtend dat nog niet weten. Maar we hebben ook een podcast al. De uitlaat van Autoweek, dus zoek daarop op je favoriete podcast playlist. Dus of het nou Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Als goed is zijn we overal maar te vinden waar mensen hun podcast luisteren. En dan gaan jij en Marco lekker los over van alles en nog wat. Ja, een beetje ook achter de schermen meenemen. Eigenlijk een beetje zoals een spiegel, alleen dan hebben we iets meer tijd. Zeggen. Want, ja, het duurt een klein half uurtje volgens mij. Half uur mikken we op. Leuk als je natuurlijk lang in de file staat. En video kijken mag niet, maar luisteren wel. Nee, hartstikke leuk die podcast. Dus qua Civic Type R, laat het even daarbij. Geniet een beetje van het geluid en design. En inhoudelijk komen nog genoeg video's en podcasts waar we het over de auto gaan hebben. Precies. En dan kunnen wij het hebben over over Honda gesproken, de Honda E. De Honda E, ja. Jan Lemkes is daarmee op pad geweest afgelopen week. Vind jij ervan? Hij ziet er leuk uit. Het is wel origineel, want dat je denkt, het is wel weer zo'n kek retro karretje, zeg maar. Ja. Ik vrees wel een beetje voor de actieradius, toch? Dat blijft een probleem, prijs versus hoe ver je komt. Ja. Aan de andere kant, wat ik van Jan heb begrepen, zetten ze hem gewoon heel specifiek neer als een stadsauto. Ja. Nou ja, 200 kilometer in de stad, dan moet je flink je best doen. Ja. Voordat je weer aan laden toe bent. Dus ja, als dat inderdaad de filosofie is, dan kan ik dat begrijpen. Maar dat maakt hem tegelijkertijd ongeschikter voor dagelijkse ritten, voor echt woon-werkverkeer. En het rare is, voor mij in Nederland het begrip stadsauto, wat internationaal ermee wordt bedoeld, is mensen die wonen dan in New York of Londen, weet je wel, dat je zo'n stad hebt, de grootte van de provincie Utrecht. En dan lukt het wel. Maar dat soort steden hebben we eigenlijk niet, want niemand die in Amsterdam woont, gebruikt een auto, want die heeft gewoon geen auto, hè? Die is altijd fietsen met de tram. Ja, en dan wordt het snel de Randstad of in de brede zin van Nederland, en dan is het weer net te krap. Als je veel van Den Haag naar Utrecht wil, dan 200 kilometer als het koud is. Zo zien, er blijft weinig van over. Ja. Dus precies die actieradius in Nederland wil je eigenlijk net 250, 300 kilometer hebben. En dat haalt zo'n Honda niet. Nee. En dat geldt ook wel voor meer auto's die we dit jaar in dit segment zien. Hè? De ID3 en die elektrische Corsa, elektrische 208. En hij is nog altijd wel €36.000, zoals veel anderen hoor. Ja. Vind ik hoop geld. Ja, nee, we hebben nog een weg te gaan. Maar ik vind dit uit de categorie elektrische auto's en hoe ze eruit zien. Ik vind dit gewoon een leuk ding. Ja, of het een beetje houdbaar blijft, is een tweede. Maar ja, ik hou wel van een stukje retro design. En ik vind het een leuk ding. Ik ben benieuwd hoe die het echt uitpakt. En over het rijden was Jan voor mij wel enthousiast. Ja, vooral comfortabel. Niet beren snel of wat dan ook. Ja. Een rondje van de zaak. Ja, even kijken. Ik dacht hier linksaf, maar dat is afgesloten. Dan duiken we hier even naar rechts.
die bepaalt een uitgestippelde route, hè, voor de spiegel. Mensen dat denken dat we 2 dagen met kaarten onderweg zijn van waar zullen we nu eens... Lekker stukje rijden. De GoPro op de zaterdagochtend, ja. Lekker leeg op de weg. Ja. Nee, maar goed. Hey, ook nog een nieuwe Hyundai. We zitten toch in de Japanse hoek. Ja, en deze week, vorige week hebben we de collega's over het A-segment gehad, ook vanwege de nieuwe i10 die jij in de test hebt. Ja. En er komt meteen een nieuwe i20 achteraan. Ja, ik moest even wennen aan het design. Misschien iets te Europees voor Hyundai begrippen bijna? Ja, ik weet niet goed wat ik er nou van moet denken, want ik vind die voorkant, dat vind ik bijna een beetje Volkswagen groepachtig, ja. in al zijn rechtlijnigheid. En dan die achterkant is heel, heel frivol. Een beetje gekke mix. Een beetje een Nissan, hè, zei jij ook al, die achterkant. Ja, er zit een beetje Nissan Micra in. Tenminste, die conceptcar waar de Micra ooit uit is ontsproten. Ik weet het niet. Maar ik was niet onverdeeld enthousiast qua eerste reactie. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het eindproduct ook... Nee, hij ziet ook nooit anders uit dan de i10. Daar moest ik ook nog even aan wennen, hoor. Het is toch wel iets anders dan... Het saaie van die Koreanen is er wel af. Maar nu ook lijkt ze wel af en toe een beetje aan de andere kant op door te schieten. Ja. Ook hebben ze straks de hele wereld voor zichzelf. Wat ik trouwens wel opvallend vond, dat interieur... Daar is er nog geen officieel beeldmateriaal van beschikbaar. Maar een tekening. En dan zie je zo van links naar rechts een hele... ventilatieroosterlijn. Ik denk van, hé, waar heb ik dat eerder gezien? Passat. De Passat, hè? Ja. Ja. In de interieurs van het A-segment zijn ook niet meer wat ze geweest zijn. Nee, dat wordt ook allemaal steeds chiquer. Sowieso in die compacte auto's, inderdaad, wat je zegt, wordt het allemaal steeds luxer en luxer. Ja, maar ja, ondertussen gaan die Koreanen, die gaan natuurlijk als een trein. Ja. En dat kunnen we niet over alle Europese fabrikanten zeggen. Want daar vliegen toch een beetje de cijfers over ontslagen en inkrimping en zo vliegen ons om de oren. Ja, Mercedes, Renault, FCA, Fiat, Chrysler. Ja. Ja, die zitten toch een beetje tussen de oude en de nieuwe wereld in, heb ik het idee. En er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. En die worden nu onderhand wel zo langzamerhand gemaakt. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ja. Wat me ook opvalt is dat we horen natuurlijk al heel lang, hè, van dat we hebben eigenlijk veel te veel autofabrikanten en er moet sanering plaatsvinden, die moeten samen worden gegaan. En de laatste anderhalf jaar lijkt dat ineens allemaal in de stroomversnelling ook daadwerkelijk te gebeuren. Hè? Ja. Ook Opel dat door PSA wordt overgenomen en de Fiat groep wat ook bij PSA nu op de rol staat. Ja. Dus heel snel tegelijk. En dan ontstaat die nieuwe wereld toch sneller dan gedacht. Maar goed, al die auto's die Tesla verkoopt, die worden dus elders niet verkocht. Precies. En... Er gaan grote merken gaan samen. Platforms worden steeds meer gedeeld. Dus ja, er worden mensen overbodig. Ja. Zo simpel is het. En dat zijn banen. En dat gaat niet met 2 of 3 tegelijk. Dat gaat meteen in de duizenden. En ja, een teken van een veranderende wereld. Ja. Toch, denk ik. En dat gaat inderdaad sneller dan wij vermoed hadden. Hey, daarover gesproken, daar heeft het onlangs mij ook al over gehad. Maar een merk als Ford heeft het ook al heel moeilijk. En in Amerika, maar ook in Europa, waar de Fiesta en de Focus lange tijd eigenlijk hun enige goede producten waren. Maar toen was daar ineens de Puma, die schot in de roos lijkt in het zo belangrijke kleine crossover segment. Ja. En de laatste bericht over een Puma ST die er zelfs komt. Ja joh, ja, je verwacht het niet. Maar ik had het met Stefan 2 weken terug, had ik al uitgebreid over die Puma. Toen zaten we in een Puma, dus logisch. Ja. Ja, en dat die ST er zou komen, dat was ook niet een heel goed bewaard geheim. Maar wel heel leuk. En dan krijg je inderdaad zo'n compact crossovertje met een potente motor. Leuk ding. Wat vind je daarvan, die sportieve crossovers? Dat is natuurlijk een segment wat ook ineens booming is. Het begon natuurlijk in de hoogste segmenten met Cayennes, maar nu ook een T-Roc R en zo. En die Cupra's op hoge poten. Ja, ik denk dat het gewoon een logisch gevolg is van de markt. Eerst zaten we met z'n allen in dit soort auto's, gewoon hatchbacks, lekker laag en sportief. Toen gingen we met z'n allen in crossovers en SUV's rijden. Nou, daar maken we dan ook maar een sportieve versie van. En zo krijg je een Puma ST. Iedereen blij. Nou, jij bent benieuwd. Ik moet zeggen, iets als een Kuga bij Ford reed ook al wel goed. Ja, Ford's rijden altijd goed. Daar zijn we het geloof ik wel over eens. En ik denk dat die ST echt wel een pretpakketje is. Ja, ik had laatst een Fiesta ST Line zelfs in de test. En zelfs dat rijdt dan zo goed dat iedere keer ben toch weer... Je weet het, en dan stap je in rijden weg en denk je... Jezus, zo kan het ook. Ja, ik ben bijna weer verbaasd. Nou ja, maar ja, goed, hard rijden mogen we toch niet meer. Om maar even een geforceerd bruggetje te maken. Want de eerste N-weg trajectcontrole wordt aanstaande maandag actief.
Tja. Op mijn woon-werkroute ligt er ook al eentje in de testfase. Ja. Ja, daar hebben mensen ook een mening over en wij ook. En ja, je kunt er van alles van vinden, maar het gaat gebeuren. Nou, zeg, die N-wegen zijn natuurlijk niet de wegen waar je... Nou ja, als je een auto als dit hebt, dan ga je eens lekker op een N-weg lopen crossen, hè, zeg maar. Dan zoek je toch iets meer de stillere weg, want iets meer bochten. Tuurlijk, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja, soms is het, kan de term geldklopperij is lastig te vermijden. Ja. Omdat het ook wordt ingezet op wegen zonder afslagen of gewoon rechtdoor, rechtuit. En ja, natuurlijk kun je daar ook als een jekko tekeer gaan. En de ene die dat doet, nou ja, die mag gepakt worden. Maar het levert ook geforceerd weggedrag op, hè? Ja, mensen gaan heel braaf van je medeweggebruikers. Ja. Kijk maar op de A2, dat is geen doen, joh, soms. Ik vind, je sukkelt met z'n allen, je zit elkaar een beetje aan te kijken. Ja, mag ook en dan niet de ene 1 kilometer harder dan de ander. Ja, kijk eens wat ik durf, joh. Ja. Ik durf hem op 108 te zetten. Ja. Valt de sneude komt er altijd. Kijk, of het zijn mensen met een buitenlands kenteken. Of er komt één zo'n verdwaalde auto met een Nederlands kenteken die dan wel 120 rijdt. Dus ja. Met twee oudjes erin of zo. En dan vind ik dat zo sneu. Dan weet je, ja, nou, een paar maandjes en dan hangen ze al aan voor een paar honderd euro. Ja, en dat is misschien gewoon onwetendheid. Maar goed, ja, de borden staan hoor. En je had het kunnen weten. Ja, kijk, nou, hier staat toevallig ook een heel groot bord. Maar dit is volgens mij gewoon voor een flitser. Ja. Die is ook nieuw volgens mij, dat bord. Nou, wel vriendelijk dat ze het even aankondigen. Ja. Hoor, je mag 50. Nou, dat is in deze, is dat net doorhalen in eerste versnelling, dan kijk hoe dat een beetje klinkt. Gewoon 50 is 1, dus even kijken. Ja. Nou, 6000 toeren. Leuk, man. Die zeg ik wel zoals je moet rijden, toch? Nou ja, hey, zullen we er een eind aan breien? Was voor deze week? Dat was weer even bijpraten wat betreft afgelopen week. En dan gaan wij nog even wat, misschien wat wegen opzoeken waar we nog wel iets wat kunnen met deze auto. Ja, en wil je meer horen over deze auto, wat Marco en Roy ervan vinden, luister dus even naar de podcast, De Uitlaat, op Autoweek. En dan zou ik zeggen, maak er een mooi weekend van. Tot volgende week.